Tim de Klerk, jij bent net terug van vakantie. Ik zag dat jij de Mont Ventoux beklommen hebt met de schoonfamilie en de familie. Wacht er jou vandaag alweer een heel zware werkdag? Het zal er aan te zien zijn. Het is wel alleszins deugd gedaan. Want al een echte vakantie was het natuurlijk niet. Dus pas in oktober dat we echt volledig rust kunnen nemen. Want het is wel een keer deugd om wat tijd te kunnen doorbrengen met de familie. En ik denk dat we hier vandaag eigenlijk voor de hele ronde zowel met Joao een kans hebben voor het klassement en hier vandaag in de sprintrit met Alvaro. Dus waarschijnlijk zal het wel terug een werkende dag worden. Hoe schat jij de kansen in van Alvaro vandaag? Ik denk dat hij zeker een goede kans heeft. Hij is terug in goede doen. Ook in Tour de Lens heeft hij zijn ritje meegenomen. Het enige nadeel dat we wel hebben is dat we niet echt een lead-out man hebben. Dus zal hij moeten wat ook zijn eigen plan wat meer trekken in de sprint. Maar ik hoop dat we hem wel goed kunnen afzetten. En dan heeft hij zeker ook een kans op een sprint bergop. Is hij ook sterk op kasseien? Ik weet het niet. Ja, ik zou eens een keer moeten zien natuurlijk in tacht of dat echt... Ik weet niet of het echt de Vlaamse klas zijn of meer wat klinkertjes kunnen zijn. Maar ik denk dat hij zeker wel de power heeft om zich daarover te trekken. Jullie liet ook al de naam vallen van João Almeida. Jullie zijn hier natuurlijk ook met Michael Honoré en met Rémi Cavagna. Is het al zeker dat jullie Almeida als klassementsman gaan uitspelen? Dat is nog niet echt met zoveel woorden gezegd. Ik denk dat we eerst die drie wel wat de kans geven. Maar ik denk wel in het... we gaan nog moeten zien hoe dat iedereen effectief rijdt. We weten dat Mikkel in een heel goede doen is. Zouden we de Klassica San Sebastian zagen. Dus de koers zal denk ik uitwijzen wie zijn kaart dat betrekt. Maar voorlopig gaan we die drie man wel een eerder beschermde rol geven. Oké. Okay. Ja, er zit de wesp. Jij kreeg ook een... Jij kreeg ook een contractverlenging voor 2 jaar onder de neus geschoven. Motiveert dat extra vandaag? Ja, ik was eigenlijk wel heel tevreden dat ik al eigenlijk na de Ronde van Vlaanderen eigenlijk al een mondeling akkoord had met Patrick. Het was nog even wachten op de definitieve bevestiging van de sponsors. Maar het was wel leuk dat er zoveel vertrouwen was. En ik ga blijven doen wat ik altijd doe en mij 100% inzetten voor de ploeg. En zorgen dat ik dat vertrouwen zeker niet beschaam. Wij wensen jou heel veel succes vandaag. Dikke merci.